geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 2 juli 2019. Ik open de vergadering met een mededeling van een aantal afwezigen. Mevrouw Rusken, mevrouw Verschuur, mevrouw Kloekhorst en de heer Jonkhans. En dat klopt. Fors. De heer Brink. Ik had ook nog een mededeling, als u dat goed vindt. Een mededeling. De hamer was nog maar net gevallen. Maar dat kan. Ja? Ja. Nee, voorzitter, want graag wil ik mij in mijn rol als voorzitter van het presidium even richten tot u. Niet alleen in uw rol als voorzitter van onze gemeenteraad, maar zeker ook in uw rol als burgemeester. Want zoals wij gisteren allemaal hebben kunnen vernemen, bent u door de gemeenteraad van Zwolle voorgedragen voor een burgemeestersfunctie aldaar. Wij van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg willen u allereerst van harte feliciteren met deze voordracht, al zult u ook begrijpen dat wij het enorm jammer vinden dat u vertrekt. U bent vanaf 3 oktober 2011 burgemeester van onze prachtige gemeente en hebt laten zien dat u in een rol als politiek bestuurder, maar zeker ook als burgervader, erg goed in staat bent om een gemeente zoals de gemeente Hardenberg verder te brengen. En daarbij maakt u gebruik van netwerk en bent u enorm benaderbaar. We kunnen dan ook niets anders doen dan concluderen dat de Zwollenaren enorm blij en trots mogen zijn met u als beoogd opvolger van de huidige burgemeester, de heer Henk Jan Meijer. En we zijn blij dat u verbonden blijft aan onze regio. Hierbij nogmaals onze welgemeende felicitaties en wij zullen hier later op een gepast moment zeker nog op terugkomen. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink, voor de mooie woorden. Ja, blijdschap om naar Zwolle te gaan. Maar tegelijkertijd ook het gemengde gevoel wel van deze kant om prachtige gemeente straks achter mij te laten. Als in ieder geval de koning het wil, zeg maar. En het besluit zal vallen, maar daar gaan we maar even vanuit. Ik ga er nu nog niet te veel over zeggen. Ik ben en blijf uw burgemeester tot nader orde. En in ieder geval tot na het zomerreces. Maar nogmaals heel erg dank voor de mooie woorden en de warme woorden ook van de kant van de zijde van de gemeenteraad. Dank. We hebben nog een mededeling te doen en dat is het feit dat we een jarige in ons midden hebben. U hoeft niet te zingen, dat zou na afloop ook nog kunnen. Maar in ieder geval Gijs Schuurman is vandaag jarig. Gijs, van harte gefeliciteerd en geweldig dat je op je verjaardag nog de moeite neemt om hier te zijn. Ik begrijp dat niet alleen jij jarig bent, maar de andere fractiegenoot ook jarig is. Dus felicitaties gaan ook naar Linda Verschuur toe. En die hoort het vast via onze bekende kanalen. Van harte gefeliciteerd. Daarmee hebben we alle mededelingen gedaan. En gaan wij naar de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij punt 3, vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Akkoord, dank. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben 2 mensen zich gemeld om in te spreken op agendapunt 5. Dat is mevrouw Oostrom en de heer Berkenbos. En ik zou in die volgorde ook allereerst het woord willen geven aan mevrouw Oostrom. Van harte welkom. U heeft eerder ingesproken, dus u kent een beetje de procedure. Voor u en 5 minuten beschikbaar spreken van achter het spreekgestoelte, dat lukt. Akkoord. Ik weet ook dat ik het knopje in moet drukken intussen. Ik zal af en toe een stokje water moeten nemen, want van al die alcohols heb ik last van mijn keel. Maar vooruit. Geachte raad. Ik ben kunt u iets dichter in de microfoon spreken, dan hoort iedereen nu heel goed. Zo? Oh, dank u. Geachte raad, ik ben geen advocaat, maar gewoon Nelly Oostrom. Mijn man en ik zijn eigenaar van het pand Julianenstraat 77 te Dedemsvaart. Ik sta hier nu voor de 4e keer en mijn leeftijd is dat geen pretje. Ik vertel het in mijn eigen woorden en in alle eerlijkheid. Ik ben vrijwilliger bij de hospice in Dedemsvaart. Daar strijden mensen om hun testament te behouden. Wij strijden om de nalatenschap van anno november 2016 van meneer P. te verdedigen. We hadden voor uw raad alles op een A4'tje gezet, maar over de zogenaamde onderhandelingen van de gemeente, het grote prijsverschil ex-Jumbo en ons pand met 2 appartementen er behoeven, Siebron-Kadaster, vonden we het niet netjes om dit hier live te bespreken. Maar de griffier wil het niet verspreiden, weer dat stiekeme gedoe en onze nee was bewust genomen vanwege dat we nergens en tot nu toe nog steeds niet bij de plannen betrokken zijn geweest. En weer is er een afschuifsysteem. Hadden we nee gezegd als we er wel bij betrokken waren, dan is het de bewuste keuze geweest, meneer Breukelman en Raad. Natuurlijk hebben wij in 2016 en 2017 bezwaar gemaakt. En met de woorden, ik herken me er niet in, sta je weer snel buiten. Over oneerlijkheid gesproken. Nu hoop ik, Raad, dat de burgemeester voordat hij naar Zwolle vertrekt, net zoals de vorige wethouder, ons niet met de gebakken peren laat zitten. Maar wel alles netjes en correct afhandelt. En wens ik hem het allerbeste in Zwolle. Even terugkomen op de inspraak van 25 juni 2019. In de oriënterende ronde werd een vraag gesteld waarom de ontsluiting van de parkeerplaats voor vrachtverkeer van de Hortensia onmogelijk was. Er kwam geen antwoord op. Ook onze vrachtwagens hadden daar last van. De gemeente moest ongeveer elke week de tuin en het trottoir herstellen die eruit waren gereden. Als de plannen doorgaan, zal er straks weer gaan gebeuren. Al dus die bewoners die er toen ook al woonden. DMC was niet aanwezig en daarom is er verwarring ontstaan. Hoezo? Jullie zijn nooit bij ons komen praten. De vrachtwagens kunnen niet bij onze achterdeur. Nu DMC, de gemeente wil de winkels weg hebben. Jullie pleiten alleen voor de markt. Plan Noord, meer woningen, meer onze consumenten. Oké. Maar ik kom te veel consumenten tegen die niet eens willen winkelen in Dedemsvaart. Vanwege het parkeerprobleem op de markt. Het dorp is geen dorp meer, maar op dit moment een bij elkaar geraapt rommeltje. Maak er één geheel van en luisteren naar de mooie en doelgerichte woorden van plaatselijk belang. Ga eens met andere mensen in gesprek. Ik hoop dat DMC ook eens voelt hoe het is om in de steek gelaten te worden. In de oriënterende ronde gaf de wethouder aan dat er een subsidieregeling was voor de herontwikkeling van leegkomende panden. Nou, die is er. Als ondernemer of pandeigenaar in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart kunt u onder voorwaarden gebruik maken van subsidieregeling. Stimulering detailhandel Hardenberg 218. De wijze waarop de wethouder deze subsidieregeling omschreef was het enorme ruimhartige regeling zou zijn. Nu, niets is minder waar. Er is een regel voor gevelverbetering, een verplaatsingssubsidie met een vergoeding van 40% van de kosten met een maximum van €10.000. En dan de transformatiesubsidie, 50% in de planologische kosten voor een bestemmingsplanwijziging tot een maximum van €5.000. Even voor uw informatie, Raad, een plan maken en bestemmingsplan wijzigen kost minimaal €25.000. Dat noem ik nog niet eens een pleister op een wond. Tot slot, nogmaals, ik verzoek u vriendelijk het bestemmingsplan niet vast te stellen, zodat we eindelijk eens betrokken worden met het probleem achter ingang vrijhouden. En onze eigen pad op onze eigen grond van 2 meter breed en 60 meter lang, die voor iedereen is op dit moment, waar de gemeente over zwijgt en het langdurige plan Noord, waar wij de dupe van zijn, alsnog een gesprek te kunnen hebben, zodat u en ons een gang naar de Raad van State kan besparen. En één vraag aan uw gemeenteraad. Geef de wethouder mandaat en budget voor ons pand. Gezien onze leeftijd wij dit in goede harmonie kunnen afsluiten en wij in ons testament een deel daarvan aan de hospice kunnen schenken. Onze dank en waardering gaat uit naar 2 vrijwilligers die ons door dik en dun steunen. Daan Geurs, ex-wethouder van Ommen, die aanwezig was in 2016 bij het gesprek met meneer P. Ik doe wat ik doe en niet anders. Alex Reiling die ons de weg wijst met dit spel. 1 tegen 100 van de gemeente. Die twee weten hoe wij als pioniers uit het Westlands hier begonnen zijn op de markt. En net zoals wij niet tegen oneerlijkheid kunnen. Nogmaals dank. Dank u wel, mevrouw Oostrom. Als u nog even wilt blijven staan, want het kan zijn dat er nog vragen zijn voor u. Is dat het geval? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan dank ik u voor uw bijdrage. En dan kunt u het verloop verder volgen vanaf de tribune. Ja. Dank. De andere inspreker is de heer Berkenbos. Ook over het agendapunt 5, vaststelling bestemmingsplan Dedemsvaart, woningbouw, Gentiaanstraat. En ook aan de heer Berkenbos zou ik het woord willen geven van achter het spreekgestoelte. En ook u heeft 5 minuten. Als u even een knopje op het... Ja. Je ziet wel, dit is de eerste keer voor mij hier zo, maar geen probleem. Ik ben wel een beetje aangegrepen door het verhaal van mevrouw Oosterom. Ik heb eigenlijk een heel ander belang. Maar, ik heb wel respect voor haar. Ik hoop dat er een oplossing voor haar komt. Ik zal even zeggen waarom ik hier sta. Ik vertegenwoordig eigenlijk van een paar mensen die interesse hebben in een woning. Het liefst een seniorenwoning. En het verbaast mij een beetje dat niemand eigenlijk ooit onze mening gevraagd heeft. Er staat wel in uw gemeente nieuwsartikel van de gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Vandaar dat ik hier sta. In 2017 heeft de gemeenteraad een detail, handelsstructuurvisie en masterplan Centrum Dedemsvaart vastgesteld. De winkels, compact kerngebied, daarbuiten winkels, andere functie. Onder andere woningen, appartementen. Dat lijkt mij destijds een duidelijke visie die afgesproken is. De bestemmingsplanprocedure... Die loopt al vanaf 24 mei 2017. Voorontwerp bestemmingsplan, 6 weken ter inzage en ook nog eens een inloopbijeenkomst. Eind vorig jaar, oktober, opnieuw bestemmingsplan ter inzage. Wederom met een inloopbijeenkomst. Hierop zijn 9 reacties binnengekomen. Waaronder de bloemenaf van Alex Reiling. Respect voor zijn inbreng, vind ik. Hij heeft een mening met een mooie onderbouwing. Nou, deze zienswijzen hebben dus kennelijk alleen maar wat wijzigingen in de toelichting op het plan geleid. Vorige week oriënterende ronde, 3 sprekers, 3 over dit onderwerp althans. Mevrouw Oosterom, dat had u net ook nog weer aan kunnen horen. Dit is eigenlijk een... Ik vind het wel een probleem wat voor haar opgelost moet worden. Dat is één. Dat is mijn mening. Maar eigenlijk kun je dat haar probleem met de gemeente wel loszien van de eigenlijke woningbouw, bestemmingsplan. Aldi was ook een van de insprekers. Nou, dat verhaal is al langer bekend. Ik kan er zelf een persoonlijke mening zeggen, maar dat doe ik maar niet. Als ze ooit zouden vertrekken, kun je altijd nog een tweede aanliggend aanvullend plan ontwerpen voor nog meer woningbouw. Maar dat geschil dat gaat straks ook naar de Raad van State met Mercator en dergelijke. Dus daar hou ik me ook maar even buiten. Het lijkt me geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. En dan plaatselijk belang. Die wil nu eerst een visie voor het hele noordelijke deel Julianenstraat. En daarna pas een bestemmingsplan vaststellen. Een nieuwe visie dus. Maar in 2017 is die visie al bekendgemaakt. Dit bestemmingsplan kun je helemaal loszien van vrijkomende panden, percelen in Julianenstraat Noord, denk ik. Gek is ook dat dat zij onze mening nooit gevraagd hebben. Dat vind ik wel een beetje typisch, maar goed. Er is één uitzondering, Heidi heeft vorige week tijdens die schatsing, ja, die pauze heeft onze mening even gevraagd, maar het was een beetje te kort om daar voerig over te praten. Er zijn nu bij de gemeente 30 vergaderden bekend die interesse hebben en met smart zitten te wachten op uitvoering van dit plan. Dit aantal zal nog wel oplopen. Ik denk dat er heel wat vanuit die groep interesse hebben, vooral voor een seniorenwoning. Want die woningen worden in Dedemsvaart nu nergens gebouwd. Een gunstig gevolg kan ook zijn, al bij die uitvoering, dat er ook nog eens een doorstroming op gang komt van mensen die van huis veranderen. Bij realisatie van 26 woningen en 7 appartementen komt er zeker een verhuiscarousel op gang. Makelaars, maar ook de DMC zullen zich dan zeker in de handen wrijven bij zo'n carousel. Tot slot. De doorlooptijd van dit project, mei 2017 aanvang, we zijn inmiddels ruim 2 jaar verder. Visie, ontwerp, bestemmingsplannen, inloopbijeenkomsten, zienswijzen, noem maar op. Genoeg inzichten, maar vergeet de nieuwe bewoners dus niet. De raad heeft destijds zelf afspraken gemaakt waar dit plan uitstekend in past. Dan kan ik nog een paar spreekwoorden noemen van geen woorden maar daden, spijkers met koppen slaan, knopen doorhakken. Dus vraag ik de raad, ik denk mede namens een aantal gegadigden, dit bestemmingsplan vast te stellen zonder de procedure, zodat de procedure vervolgd kan worden. En in die vervolgprocedure moeten beleggers, bijvoorbeeld een tweede huis voor verhuur, denk ik uitgesloten worden. Dat was mijn... Akkoord, mooi. Dank u wel, meneer Berkenbos. Als u één moment heeft, kijk ik even rond of er nog vragen zijn naar de zijde van de gemeenteraad. Voorzitter? Ja, de heer Odink. Ja, ik ben wel even benieuwd of u iets meer kunt duiden. Dat u maakt een opmerking dat het plaatselijk belang u nooit om een mening gevraagd heeft. Maar ik weet niet of u... Bezoekt u regelmatig de plaatselijke belangen als die een avond beleggen? Maar zijn er ook door u misschien in die zin ook vragen gesteld? Dus ik was even ik ben er wel een paar keer aanwezig geweest. En ik moet zeggen, daar heb ik een beetje nare ervaring mee. Dus ik vind nou geen plek om daar wat details over te geven. Ik zou niet helemaal eerlijk zijn. Akkoord. Andere vragen nog? Niet het geval? Nee. Dan dank ik u ook voor uw bijdrage. Als u het knopje nog even uit wilt doen. Ja, fijn, dank u wel. Dan komen we daarmee aan het einde van agendapunt 4. Spreekrecht bij de agendapunten. En gaan wij naar de bespreekstukken van vanavond. Dat is er 1. Vaststellen van het bestemmingsplan Dedemsvaart, woningbouw Gentiaanstraat Noordzijde. Wie mag ik het woord geven? D66, DVD, 50 plus, daar, hoe is het nu? CDA en ChristenUnie, alle partijen. Allereerst het woord aan GroenLinks, D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. En wederom zijn wij getuigen van een tweetal bijna emotionele insprekers rondom een plan dat ingebed ligt in een wat groter plan. En daarover wilde ik in ieder geval mijn inbreng ook houden. Ook al wil ik mijn ogen niet sluiten voor het feit dat we in feite spreken over een bestemmingsplan voor een woongedeelte in Dedemsvaart. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat dit een onderdeel is van een wat grotere ontwikkeling rondom de Julianastraat Noord. Voorzitter, een heel dorp werkt al jarenlang heel hard voor de eigen leefbaarheid in de eigen kern. Er zijn veel maatschappelijke initiatieven, er zijn mooie evenementen en er is zelfs een complete dorpsvisie rondom de thema's wonen, werken, recreëren, winkelen zo u wilt, zorg. En die dorpsvisie, maar ook die maatschappelijke initiatieven, die kunnen altijd rekenen op een groot draagvlak in en rondom Dedemsvaart. Dat draagvlak dat meet ik onder andere af aan de vele reacties die we krijgen rondom het thema Mercatorplein en het thema Julianenstraat Noord. maar ook op Facebook acties, waar veel reacties op komen. Samenwerking tussen plaatselijk belang, DMC en andere organisaties. Je ziet gewoon dat dit hele dorp als één staat voor de plannen die ze zelf hebben ontwikkeld voor hun eigen dorp. En jarenlang ook horen wij vanuit Dedemsvaart dat de inwoners en de ondernemers zich niet voldoende betrokken voelen door dit gemeentebestuur als het gaat over de uitwerking van de plannen. En als er plannen zijn, dan komen die vanuit dit gemeentebestuur en die werken volgens de bewoners niet altijd evenveel in het voordeel van de inwoners van Dedemsvaart. Er is veel kritiek rondom thema's als verkeer, parkeren, maar ook hoe gaan we om met het kernwinkelgebied, om maar wat te noemen. Dit plan, dit voorliggende plan, is in lijn met deze kritiek. En daarmee ontstaat er een beeld dat Dedemsvaart een lappendeken wordt van weeffouten, die we maar heel moeilijk kunnen en misschien zelfs niet eens willen herstellen. Toch hebben wij als gemeenteraad nu de kans om dit wel te doen. Die kans wordt ons ook geboden door een aantal ondernemers die hun panden op een of andere manier ter beschikking stellen aan ons. Maar dat kunnen we niet doen als we het voorliggend voorstel als enige voorstel zonder beschouwing te hebben op de andere zaken, als we daarmee instemmen. Voorzitter, het beleid, als dat doorgaat rondom deze woningbouwplannen, dat betreur ik. Dat betreur ik echt ten zeerste. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet eens het woord beleid mag voeren, omdat ik denk dat met dit plan we maatschappelijke schade toebrengen aan een samenleving die zo hard knokt voor de eigen kern. Vanuit die betreuring van het beleid, zeg maar, dien ik ook graag samen met de VVD een motie die zij straks nader zullen toelichten. Nog één vraag resteert mij. We hebben een notitie gekregen van plaatselijk belang. Een aantal deelvragen erbij natuurlijk. In de eerste instantie erkent de portefeuillehouder die notitie als aanvulling op de inspraak van vorige week. En klopt het dat op 21 maart jongstleden er is gesproken door plaatselijk belang met de portefeuillehouder, waarin men de verkenning deed naar één groter en meer integraal plan, en dat er afgesproken is om een bijeenkomst of een informatiebijeenkomst te organiseren door de portefeuillehouder, waarin de ideeën van de plaatselijke bevolking nog eens een keer tegen het licht zouden worden gehouden. En dat die bijeenkomst of een andere vorm van informatie vergaren uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden, waardoor we nu zo staan met dit plan. Tot zover. Kort, dank u wel. Fractie van de VVD, de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Dedemsvaart verdient beter dan dit plan. Ik sluit me voor grote deel aan bij de heer Rodemond. Maar wat wij vooral jammer vinden is dat er weer een tegenstelling gecreëerd wordt. We hadden zo gehoopt dat met dit nieuwe college er ruimte was gekomen om het roer eens om te gooien. Om achter te laten wat we met elkaar hebben meegemaakt en om plannen weer eens opnieuw te bezien. En niet door te gaan op de oude lijn. Stoppen met het creëren van uw eigen tegenstand. Maar samen met de gemeenschap, samen met Dedemsvaart, samen met de plaatselijke belangen en alle betrokkenen in Dedemsvaart op zoek te gaan naar dat goede plan voor Dedemsvaart. Want dat is wat Dedemsvaart verdient. We hebben vorige week de inspraakreacties gehad. Vandaag weer de inspraakreacties gehad. En wat je ziet is dat er weerstand is. En dat is zo jammer. Want we zouden juist gaan voor verbintenis van betekenis. En we zien geen verbintenis van betekenis. Dat vinden we jammer. Dat vinden we erg jammer, voorzitter. Het zou heel erg anders kunnen door het open te gooien, dit bestemmingsplan even te laten voor wat het is en met elkaar op zoek te gaan en even de tijd te nemen voor een integraal plan voor heel Dedemsvaart. Het integraal plan samen met Dedemsvaart op basis van de dorpsvisie zoals die al is neergelegd tot stand te brengen. En dan hebben we het over verbintenis van betekenis. Maar wat er nu voor ligt, voorzitter, en ik wil er eigenlijk niet heel veel over zeggen, creëert vooral tegenstand, maar creëert ook, als we naar verkeer kijken, een onveilige situatie. En laten we wat groter denken, laten we wat ruimer denken en op zoek gaan naar die oplossing. Zoals ik net al zei, voorzitter, en daar wil ik het ook bij laten, Dedemsvaart verdient beter. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van het zijde van de VVD. Misschien zou nog iets ingediend worden, dat weet ik niet. Ik zie wat bewegingen vanuit de zijde van uw fractie. Dank u wel, voorzitter. Ik zou het bijna vergeten. Ik loop gewoon met mijn papiertje verder. Om kracht bij te zetten wat ik net al duidde. Ga op zoek met elkaar naar de samenwerking, naar een breder plan, naar een nieuw plan. Willen wij graag een motie indienen. Dat doen we ook samen met 50PLUS, D66 en GroenLinks. En ik lees daarvoor graag het dictum voor. Draagt het college op het proces van de totstandkoming van dit bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen. Het plangebied integraal te benaderen met een oplossing voor het gebied dat zich strekt van ten minste de Baron tot en met het Mercatorterrein. Zodat er een waardige Julianastraat Noord tot stand komt. Hierbij de ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden te betrekken. Dank u wel en dank u voor het alert zijn. Dank. Motie nummer 1. Deel uitmaken van de beraadslaging van de vergadering. Ingediend door fractie VVD, ondersteund door 50PLUS, D66 en GroenLinks. Ik ga naar de fractie van 50PLUS. Heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Er is nu een bestemmingsplan aan de orde waar al veel over gezegd is door voorstanders, maar ook veel door tegenstanders. 50PLUS Hardenberg vindt het jammer dat het college hier komt met een voorstel bestemmingsplanwijziging waar zoveel weerstand tegen bestaat. Is het niet veel beter, en dat is ook inmiddels aangegeven met de motie, om met een bestemmingsplan te komen en dit aan de kant te leggen en alle betrokken partijen daarbij te betrekken? Een slecht genomen besluit kan ons nu nog jaren achtervolgen. Ook eventueel financiële consequenties. Ook zouden we in dit plan, zeker Julianastraat Noord, goede parkeervoorzieningen moeten worden gerealiseerd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezoekers van de gashouders, de kalkovens. Nu wordt er geparkeerd op een terrein van een supermarkt die inmiddels een hek heeft geplaatst om eventueel het parkeerterrein na sluitingstijd te kunnen afsluiten. Een gezichtsverlies voor wie dan ook is naar ons idee niet aan de orde wanneer er een nieuw plan wordt uitgewerkt, zal alleen maar getuigen van moed. Het zou duidelijk zijn dat wij tegen het voorliggende bestemmingsplan zullen stemmen. Dat is akkoord, dank. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Wiet. Dank u wel, voorzitter. Een moeilijk dossier, bestemmingsplan Gentiaanstraat, Dedemsvaart. Als je zo naar de insprekers luistert, voor- en tegenstanders. Maar goed. Voorzitter, voor ons ligt het bestemmingsplan Dedemsvaart. Woningbouw Gentiaanstraat Noordzijde. We zijn blij dat er weer een betekenisvolle stap wordt gezet in de herinrichting van het centrum van Dedemsvaart. De met het masterplan ingezette koers van het creëren van een compact centrum hebben wij altijd ondersteund. Een goed functionerend winkelgebied zorgt immers voor een goed boodschappendorp. Winkels geven Dedemsvaart haar gezicht. De sociale functie van winkels wordt nog te vaak onderschat. Terwijl een goed functionerend compact winkelgebied zorgt voor hoge belevingswaarde voor inwoners en voor bezoekers. De Partij van de Arbeid-fractie ziet dan ook, zoals eerder aangegeven, niets in de door de heer Doornhof bepleite verplaatsing van Aldi naar Mercator. Voorzitter. Volgens het masterplan kunnen op lege plekken in het dorp woningen worden gebouwd, zoals wordt voorgesteld in het voorliggende plan. De heer Haverkoort van Plaatselijk Belang gaf in de oriënterende ronde van vorige week aan het wenselijk te vinden om alvorens dit plan in uitvoering te nemen, een integraal plan te maken en het hele gebied van Julianen Noord nader onder de loep te nemen. Wij begrijpen de wensen om het gebied Julianenstraat Noord nader te beschouwen, op ruimtelijke invulling. Voorzitter, in het coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij afgesproken dat wij participatie-initiatieven optimaal zouden ondersteunen. Zo hebben wij bijvoorbeeld belangenbehartiging van lokale wijken, buurtgerichte belangengroepen in de kernen de mogelijkheid gekregen zelf een visie te ontwikkelen en met plannen te komen om de leefbaarheid in die kernen te behouden. De visie van plaatselijk belang Dedemsvaart juichen wij toe. Maar om de onzekerheid van de omliggende pandeigenaren niet langer voort te laten duren, zouden wij het echter jammer vinden indien dit plan daarom in de ijskast gezet zou moeten worden. Wij willen de wethouder vragen om wederom in gesprek te gaan met de verschillende stakeholders en om nader onderzoek naar de ruimtelijke aspecten en de invulling van het gebied Julianenstraat Noord uit te laten voeren. Tot slot, voorzitter. Er zijn 9 zienswijzen ingediend. In de zienswijze is dikwijls aangegeven dat de in- en uitritten op de Hortensiastraat te krap zijn voor vrachtwagens en dat het laden en lossen van vrachtwagens en het geluid van de vrachtwagens tot problemen zal leiden. Ook de Partij van de Arbeid-fractie heeft daarbij zijn twijfels. Maar wij vertrouwen in dit geval op de wethouder die in de beantwoording aangeeft dat de ruimte voor vrachtwagens voldoende is en dat het goed zit met het geluid en het laden en lossen van vrachtwagens. Maar weet in ieder geval dat we deze in- en uitrit na realisatie nauwlettend in de gaten zullen houden. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. Voorzitter. Ja, de heer Bak. Vraag voor de heer Wiet. Ja. Heer Wiet, ik heb een vraag aan u, want ik ben even wat in verwarring. Want u zegt enerzijds, we zouden het jammer vinden als dit plan in de ijskast zou gaan. En vervolgens geeft u aan dat u graag een nader vervolgonderzoek wilt. Dus ik begrijp even niet helemaal waar u staat. Wilt u nu dat dit plan doorgaat of wilt u nader ruimtelijk onderzoek? We willen beide. U heeft de insprekers gehoord. Er zijn voor- en tegenstanders. Wij scharen ons achter de voorstanders dat het plan doorgaat en dat er eindelijk gebouwd wordt aan de Gentiaanstraat. Maar wij zijn niet doof. Wij horen ook de kritiekpunten en die willen we de wethouder meegeven om met de stakeholders in gesprek te gaan voor bijvoorbeeld plan Julianastraat Noord. Ja. Kunt u daar ook de volgordelijkheid in aangeven? Want wilt u eerst vaststellen en dan overleggen? Of wilt u eerst overleggen en dan vaststellen? Ik wil eerst vaststellen. Ja, dat vinden we dan wonderlijk. Ja. Voorzitter. Dank u. De heer Rodemond, ook nog een vraag. Een aantal vragen aan de heer Wiet. Daarmee aan de fractie van de PvdA. Allereerst noemt u het plan zoals dat nu voor ligt betekenisvol voor Dedemsvaart. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat u dan citeert uit bijna de titel van het coalitieakkoord. Echter, als we dan plaatselijk belang, DMC, historische vereniging horen, die bij monden van plaatselijk belang hebben ingesproken, maar ook meermalen, ook in andere setting, aan ons hebben aangegeven als raad. Dat zij toch andere ideeën hebben rondom de invulling van het hele gebied. Hoe wilt u dan het woord betekenisvol in dat licht duiden? Net als u heb ik met verschillende partijen gesproken, ook met de DMC. En eigenlijk de letterlijke woorden van de DMC waren, we willen dat er gebouwd wordt daar, aan de Gentiaanstraat. Dan is dat helder. U heeft het over het compact centrum. Dat is natuurlijk een landelijke tendens die gaande is. En u geeft daarbij aan dat winkels een kern, en daarmee ook Dedemsvaart, gezicht geven. Zo u wil smoel. U geeft daarbij aan in een koppeling in uw betoog dat u daarom geen voorstander bent van de Aldi naar buiten het centrum. Mijn vraag daarbij is, als we kijken naar de visie rondom het kernwinkelgebied in Dedemsvaart, bent u dus van mening dat de Aldi dat gezicht aan Dedemsvaart geeft dat Dedemsvaart wil en verdient? De Aldi dan over. Nee, we hebben ook, ik heb ook die vraag voorgelegd aan de DMC. Van de DMC, ik hoor dat jullie tegen zijn. Waarom zijn jullie tegen met de verhuizing van de Aldi naar Mercator? En ik vond het een goed punt wat ze zeiden. En dat was, stel dat bij de Mercator de bestemming wordt detailhandel. Dat vervolgens de Jumbo ook zegt van ik ga daar naartoe. Of de HEMA zegt van wij gaan ook daar naartoe. En dan komt ons centrum niet ten goede vandaar. Akkoord, voorzitter. Even voor de verduidelijking. Maar u zegt dus eigenlijk van de Aldi is niet echt een aanwinst wat betreft het geven van smoel voor Dedemsvaart op de huidige locatie. Er bestaat echter vrees voor een aanzuigende werking door de Aldi naar andere supermarkten en dergelijke. Waardoor het centrum leeg zou kunnen lopen. Dat is een beetje uw betoog hier. Begrijp ik dat goed? Dat is één van de punten. Ja, akkoord. Akkoord. Voldoende? Ja. Dank u wel. Voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid gaan we naar Op Koers. Nu. Het woord is aan de fractievoorzitter mevrouw Kelder. Dank u. Bestemmingsplan Gentiaanstraat Noord. We hebben van wethouder Breukelman afgelopen week nog informatie gekregen. Deze info hebben wij meegenomen in ons beraad. Tevens de inspraak in de oriënterende ronde van een ieder hebben wij ook besproken en meegenomen. En op koers.nu zou graag mee instemmen. Maar wat weerhoudt ons ervan om dat niet te doen? En dat is dat er nog geen uitslag is van de rechtszaak. We vragen ons dan ook af of we de uitslag zouden moeten en kunnen afwachten. Kort, voorzitter. Maar krachtige bijdrage voorzitter. Van Op Koers.nu. Mag ik een vraag stellen? Ja, zeker. De heer Rodemond. Mevrouw Kelder maakt de gang terug naar het spreekgestoel. Excuses, mevrouw Kelder. Ja, u was al zo mooi onderweg. Mevrouw Kelder, begrijp ik het goed dat u in afwachting bent van antwoorden van het college alvorens u een besluit neemt om voor of tegen te stemmen? Want u wilt eigenlijk gewoon het liefst deze stemming tot na een rechtszaak doen. Klopt dat beeld wat ik nu krijg? Nou, ik wil daarover duidelijkheid hebben voordat we een besluit nemen hier in de raad. Sorry, maar welke duidelijkheid doet u dan? De duidelijkheid of we moeten of kunnen afwachten tot die uitspraak er is. Oh, oké. Dank u. Ja? Ja. Akkoord, dank. We gaan naar de fractie van het CDA. De heer Van den Berg, aan u het woord. Voorzitter, als raad van de gemeente Hardenberg hebben we het masterplan en het detailhandelsstructuurplan in ruime meerderheid vastgesteld. Doel van deze visiestukken is het integraal kijken naar het gebied. In de aanloopgebieden van het kernwinkelgebied wordt voorzien in functieverandering naar bijvoorbeeld wonen. Wat het CDA betreft is het voorliggende agendapunt bestemmingsplan Dedemsvaart woningbouw Gentiaanstraat Noordzijde hier een uitwerking van. In afstemming met het convenant wonen wordt een invulling gegeven aan de woningbehoeften in Dedemsvaart en in dit geval voor senioren en sociale huur. Voorzitter, dat gezegd hebbende is het CDA wel van mening dat dit plan ook draagvlak moet hebben. Bij plaatselijk belang, Dedemsvaart, DMC, omwonenden en inwonenden van Dedemsvaart. Helaas moeten we constateren dat plaatselijk belang Dedemsvaart heeft aangegeven dat het een aantal knelpunten constateert. En dat het twijfelt aan de integrale afweging. Men zegt niet per definitie tegen te zijn, maar constateert knelpunten. Waaronder de infrastructuur en parkeren. Graag zou ik de wethouder willen vragen daarop te reageren. Voorzitter, het CDA wil het college dan ook vragen of het bereid is nogmaals met elkaar in gesprek te gaan. En hierbij bedoel ik dan de wethouder, plaatselijk belang Dedemsvaart, DMC en verdere betrokkenen, waaronder ook de familie Oostrom. Om na te gaan wat men nu echt wil en wat na dit plan de logische vervolgstappen kunnen zijn. Dit alles in het belang van inwoners en ondernemers van Dedemsvaart. Daar hoeft wat het CDA betreft dit plan nu niet tegen te houden. Immers een groot deel van het plangebied voorziet in de woonbehoeften en heeft niet direct raakvlak met de Julianastraat. En in de visiedocumenten is in deze stap voorzien. Wel vinden we het jammer dat het plaatselijk belang het gevoel heeft dat er te weinig integraal wordt gekeken en dus roepen we de partijen op om hierover een verdiepend gesprek te hebben, zodat we gezamenlijk de uitdagingen en kansen voor Dedemsvaart aangaan. Want voorzitter, als CDA vinden we het belangrijk om stappen te zetten in de uitvoering van de plannen, maar daarnaast ook zeker ogen en oren te hebben voor de belangen van onze inwoners. We horen graag de reactie van de wethouder. Akkoord, dank u wel. Voorzitter. Vraag van de heer Bak en de heer Rodemond. De eerste, heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van den Berg, even voor u eigenlijk dezelfde vraag als ik ook aan de Partij van de Arbeid gesteld heb. Dat is over de volgordelijkheid. Van wilt u eerst het plan vaststellen na de beantwoording uiteraard van de wethouder? En daarna alsnog overleg voeren? Of zegt u van laten we eerst een tussenstap maken met elkaar, het overleg voeren om te kijken waar de overeenkomsten eventueel te vinden zijn en dan vaststellen? Als de wethouder met toezeggingen komt die ons aanstaat, zullen we het plan goedkeuren. Goed. Dan wat meer inhoudelijk, want u noemde even het parkeerbeleid. Ik neem aan natuurlijk de situatie ter plekke daarvan op de hoogte bent. Hoe belangrijk is de veiligheid voor u in dit bestemmingsplan? Veiligheid is natuurlijk heel erg belangrijk en dit wordt onderdeel van infra worden natuurlijk meegenomen. En als die veiligheid in het gedrang is, dan zult u tegen dit plan stemmen? We wachten daarop de antwoorden van de wethouder even af. Voldoende? Ja. Dank. Dan gaan we naar de fractie. Voorzitter, ik had mij ook gemeld. Ja. Okay. Ja, ik dacht dat de vragen al beantwoord waren, maar dat was een implicatie van mijn kant. Excuses, nee, voorzitter, dank u wel dan voor de mogelijkheid om toch nog even wat vragen te stellen aan de fractie van het CDA. U stelt in uw bijdrage dat het plan een draagvlak moet hebben. Daaruit lijkt ik te begrijpen dat u zelf ook ziet dat dat nog niet volledig het geval is. Laat ik het maar eufemistisch uitdrukken. Maar u zegt ook erbij dat er twijfel is binnen uw fractie over de integrale afweging. Kunt u dat wat meer duiden? Waar zit die twijfel in uw fractie wat dat betreft? Volgens mij legt u mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Excuses, dan heb ik misschien niet verkeerd. Maar u heeft wel het woord twijfel genoemd. Ik heb gezegd, op de integrale afweging. Het plaatselijk belang twijfelt aan de integrale afweging. Daar heb ik gezegd. Oké. Okay. Ja, ik dacht u ook te horen daarvoor dat u zelf ook zag dat dat niet helemaal was meegenomen. Maar goed, u stelt wel in uw bijdrage dat het plan verdere ontwikkeling niet in de weg staat in ieder geval. En als u inderdaad dan gewoon naar het plaatselijk belang luistert, zoals we dat ook hebben gedaan, zegt men dat dit plan de ontwikkeling van Dedemsvaart juist wel in de weg kan gaan zitten. Men refereerde naar een gekochte stoel die moet gaan passen bij een nog te bouwen huis, bij wijze van spreken. Kunt u wellicht daar nog even op reageren en dan in combinatie met uw eigen opmerking dat u zegt, dit plan staat verdere ontwikkeling niet in de weg? Kijk voorzitter, als u een plan maakt, heb je altijd voor- en je hebt tegenstanders. En het plaatselijk belang heeft aangegeven dat ze de integrale afweging een klein beetje missen. Dat kan. DMC heeft aangegeven dat ze voorstander zijn. Dus je hebt altijd, als je een plan maakt, voor- en tegenstanders. En daar moeten wij als raad een afweging in maken. En de CDA maakt deze afweging. Akkoord. De fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Odink. Dank u wel, voorzitter. Wat voor ligt vanavond is de vaststelling bestemmingsplan Dedemsvaart woningbouw Gentiaanstraat Noordzijde. Een plan dat voorziet in de woningbouw van 26 rijwoningen en maximaal 7 appartementen. En zoals dat raadsvoorstel verwoordt, het is de bedoeling om een passende invulling te geven aan dit gebied en het voorliggende bestemmingsplan. Zo is duidelijk gemaakt dat de herontwikkeling naar woongebied mogelijk maakt. Duidelijk is dat Juliana midden in een overlooplocatie is, direct buiten het afgebakende centrumgebied. Woningbouw is op die locatie past in de visie, volgens wij, die raadsbreed eerder hebben vastgesteld. Voorzitter, het is ons ook duidelijk geworden dat er veelvuldig overleg is geweest met betrokkenen, met het DMC en het plaatselijk belang. Voorzitter, en wij begrijpen dat deze voorliggende plannen ook regelmatig in de maandelijkse overleggen zijn besproken. En ik denk dat het goed is, omwille van allerlei insprekers en alles wat hier gezegd is, ook in de oriënterende ronde, om dat nog maar eens te duiden. Dat de voorliggende plannen regelmatig in het maandelijks overleg zijn besproken. En ook is er, zo lezen we, goed gebruik gemaakt van de inloopbijeenkomst zoals die is gehouden in oktober 2018. Voorzitter, de vraag die wij ons hebben gesteld en die ik ook nogmaals aan de wethouder zou willen vragen, is het volgende. Staan de uitgangspunten van het masterplan Centrum Dedemsvaart nu, 2 juli 2019, nog steeds recht overeind? Zijn de uitgangspunten en de kaders van de detailhandelsstructuurvisie, zoals wij die hebben vastgesteld, nog actueel? Voorzitter, ik ben benieuwd naar die reactie. En als zijn antwoord hierop, en ik loop misschien maar op zaken vooruit, maar als zijn antwoord hierop volmondig ja is, kunnen wij niet anders dan met dit bestemmingsplan instemmen. Voorzitter, rekening houdend met de inspraak van het plaatselijk belang en ook voor de diverse ingediende zienswijzes, insprekers, en dan denk ik ook aan mevrouw Oostrom, zouden wij de wethouder nog eens willen vragen voor wat betreft de uitvoering van dit plan, voor de komende periode intensief contact onderhouden met de direct omwonenden en de overige stakeholders. Hoe ziet de wethouder dit voor zich en wat zouden wij van hem hieromtrent kunnen verwachten? En zou de wethouder hierop een toezegging willen doen en een reactie willen geven? Zover de eerste bijdrage. Goed, dank u wel. Voorzitter, de heer Bak. Ja, Odink, ik ben wat verbaasd over de vragen die u aan de wethouder stelt over kaders of die nog overeind staan. Volgens mij zijn wij als raad degene die over de kaders gaan. Dus volgens mij mag u daar ook zelf best wat van vinden. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u zelf vindt. Hè. Staan de kaders nog overeind? Voldoet dat allemaal nog? Of zouden we nu met elkaar daar vanavond een gesprek over kunnen hebben? Volgens mij staan die kaders niet ter discussie en niet geagendeerd, meneer Bak. Dus dat zal een lastige worden. En vooralsnog, omdat er geen andere zienswijze of geen andere bestemmingsplan voor ligt, staan wij nog steeds volmondig achter de huidige vastgestelde bestemmingsplan. Zoals deze nu figurend zijn. Ja, en als dat betekent dat de veiligheid van dit plan ernstig in het geding is, want we hebben namelijk met een grote lokale logistiek ondernemer de situatie ter plekke bekeken. En die logistiek ondernemer heeft heel duidelijk aangegeven dat de situatie daar onveilig en zeer onwenselijk is. Wat is uw reactie daarop? Ja, ik snap wat je zegt en ik heb dat ook teruggelezen zeg maar, in de zienswijze. Hè, rondom de, dus, en ik heb het idee dat het college en ook de wethouder die afdoende heeft beantwoord. Dus het is een situatie. Ik vraag niet wat de wethouder vindt, ik vraag wat u daarvan vindt. Wij geloven, dus zeg maar, de zienswijze, die hebben we, die snappen we. En het is ook om die reden dat wij de wethouder oproepen om bij de uitvoering van dit plan nog eens uitvoerig met de omwonenden in gesprek te willen gaan om daar ook aandacht voor te krijgen. Voorzitter, ik wil het nog één keer proberen, want ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag wat de heer Odink daar zelf van vindt. Het gaat me niet om wat er in de zienswijze staat of de heer Odink de zienswijze begrepen heeft. Maar het gaat me erom wat het standpunt van de heer Odink over en het standpunt van de ChristenUnie over de veiligheid is. Het standpunt van de ChristenUnie is dat wij de zienswijze zoals die zijn beantwoord afdoende vinden. Akkoord. Dank. Voorzitter. Tot slot. Nee, de heer Rodemond nog. Voor de heer Odink. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de heer Odink die refereert aan het voor hem gegeven dat er veel overleg is geweest tussen het gemeentebestuur en allerlei betrokken partijen in Dedemsvaart. Dat er maandelijks overleg is, dat haalde ik zelf ook uit de beantwoording in de oriënterende ronde van vorige week. Er zou veel overleg geweest zijn rondom de doorontwikkeling van Dedemsvaart aan de noordzijde. Neemt de heer Odink dan ook de inhoud van dat overleg mee in zijn overwegingen als we horen, en dat hoor ik ook, ik zit er ook niet bij, net als u waarschijnlijk, dat inwoners, experts en andere betrokkenen bijna overduidelijk een andere mening zijn toegedaan dan het gemeentebestuur als het gaat over die ontwikkelingen. wat men liever wil, dat we niet naar kleine stukjes kijken zoals nu bij dit woningplan. Waar men overigens niet falikant op tegen is. Maar dat men dat liever gebed wil zien in een wat grotere ontwikkeling. En dat daar juist het hele punt gemist wordt door in ieder geval de inwoners bij monden van plaatselijk belang. Dat bij herhaling, vorige week in de oriënterende ronde, maar ook met schrijven daarna, heeft men aangegeven, wij voelen ons in die zin niet voldoende gekend. Kunt u daar dan op reageren? Want veel overleg, dat kan. Je kan iedere dag overleg hebben, maar als dat overleg niet tot de inhoud leidt die wenselijk is voor in ieder geval de kern zelf, ja, dan houdt dat natuurlijk een beetje op. Maar dat zijn mijn woorden. Ik vraag u om uw reactie. Ja, ik kan natuurlijk ook niet. Ik stel de agenda niet vast, maar ik mag ervan uitgaan dat het, zeg maar, op het moment dat mensen en partijen bij elkaar zitten, dat er, zeg maar, ook inhoudelijk over dit soort plannen gesproken wordt. En dat de uitkomst uiteindelijk een ander is, of in nuance een ander is, ja, dat kan zo zijn. Hè? En dat is wat ik ook wel heb meegekregen. En het is ook om die reden, nogmaals, dat wij, zeg maar, met het plan zoals het nu voor ligt instemmen. Maar dat we de wethouder nog eens oproepen om met de betrokken stakeholders, zeg maar, en ook het plaatselijk belang, om de tafel te gaan om verder dan de uitvoering, zeg maar, een goede invulling te geven. Voorzitter, als ik even mag nog. Heer Rodemond. Ja. Dank u wel. Ja, daarop aanhakend dan maar. Als we kijken naar de vervolggesprek, want ik neem gewoon aan dat het maandelijk gesprek, zoals de wethouder dat heeft geschetst, doorgaat. Ook na dit eventuele plan. Heeft de heer Odink met de fractie van ChristenUnie dan een beeld van de uitkomsten van een dergelijk gesprek? Want als u zegt, ja, die standpunten kunnen verschillen en vrolijk voort, ja, dan zou ik zeggen van hou alsjeblieft op met praten en ga gewoon daar van alles bouwen wat je maar wil, bij wijze van spreken. He? Ik heb geen zicht op de uitkomst. Ik heb wel vertrouwen in de wethouder en ook in het plaatselijk belang dat ze een goed gesprek kunnen hebben. Akkoord. Dank u wel. Tot slot, laatste in de rij, de fractie van GroenLinks. Heer Boshoven, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als wij een plan lezen als GroenLinks waarin woningen toegevoegd worden, dan zijn wij eigenlijk meteen enthousiast, zeker in bebouwd gebied. Maar dat enthousiasme ging hier toch wel heel snel voorbij. Een bestemmingsplan in Dedemsvaart. Vorige week stonden er op deze plek verschillende insprekers die duidelijk allemaal aangaven hoe zij tegen deze plannen aankeken. En er is een gebrek aan draagvlak. Over het parkeren en de problemen die bevoorrading van de winkels zouden gaan geven, is ook toen al veel gezegd en ook vanavond. Het standpunt van GroenLinks is ook in de motie die door de VVD aangekondigd is al enigszins naar voren gebracht. Want wij vinden vooral de verkeerssituatie die zou ontstaan te gevaarlijk. Wij vinden dat niet iets waar wij achter kunnen staan. Dat de vrachtwagens zo dicht bij, bij de woningen langs zouden komen. Dit is een plek om te wonen en daar vinden wij het niet passend. Dat er, en hoe vaak die vrachtwagen ook langskomt, of dat 3 keer of 4 keer per dag is, wij vinden dat niet acceptabel. Verder willen wij graag een integraal plan, zoals ook door plaatselijk belang is aangegeven. Wij vinden dit niet de juiste stap op dit moment. Wij willen een integraal plan met draagvlak, waarbij Dedemsvaart is gehoord, waar Dedemsvaart beter en mooier van wordt. En wat GroenLinks betreft is dat dit plan niet. Dank voor de bijdrage van de zijde van de fractie van GroenLinks. Daarmee zijn we inderdaad gekomen aan het einde van de eerste termijn. Agendapunt 5. En we kijken naar het college bij monden van de heer Breukelman, om nog te reageren op een aantal vragen die door de verschillende fracties zijn gesteld. Het woord is aan de heer Brug. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, hoewel sommige partijen vorige week pleiten voor een hamerstuk, zijn er vandaag toch nog de nodige vragen en opmerkingen, stemverklaring zelfs hier en daar, over het plan Gentiaanstraat Noord. En dat is natuurlijk ook niet helemaal onlogisch gezien de inspraakreacties. En hoewel ik een voorstander ben van een korte en bondige reactie van het college, moet ik u in dit geval wel even meenemen naar het begin van het proces. Want jaren geleden is in Dedemsvaart begonnen met het anticiperen op de toekomst. Samen met partijen en gemeenten is toen het masterplan Centrum vastgesteld. Een masterplan dat onder andere streeft naar een compact kernwinkelgebied, om er zo voor te zorgen dat Dedemsvaart aantrekkelijk, functioneel, gezellig, maar vooral ook toekomstgericht gericht is en toekomstbestendig. Een kern met beleving wat dat betreft. Naast het masterplan is er ook gewerkt aan een detailhandel structuurvisie. Een visie waarin voornamelijk de ruimtelijke componenten als de bestemming, functies, gebruik naar voren komen. Eigenlijk een harde en fysieke vertaling van het centrumplan, zo je wilt. De structuurvisie is in 2017 vastgesteld. En met dit masterplan, gecombineerd met de detailhandel structuurvisie, heeft uw raad kaders vastgesteld. En juist met het vaststellen van deze kaders wilde u voorkomen dat er niet allerlei lukrake ontwikkelingen in het dorp zouden plaatsvinden. Nee, we hebben juist deze kaders en deze visie vastgesteld om toekomstige ontwikkelingen in het bredere geheel te kunnen beoordelen. Het zijn dan ook deze kaders waar ik mij als bestuurder aan heb willen conformeren in het plan dat nu voor ligt, de Gentiaanstraat Noord. Deze ontwikkeling is in 2016 in gang gezet met het verplaatsen van de Jumbo naar het kernwinkelgebied. In het achterliggende gebied is voorzien de kaders in functiewijziging, oftewel het omturnen naar wonen. En destijds is gepoogd of meerdere panden daarbij zouden kunnen worden betrokken. Daar zijn partijen toen niet uitgekomen. De gemeente, zowel raad als college, heeft zich altijd op het standpunt gesteld niet actief te zullen dwingen in bestemmingen. Ook niet naar aanleiding van de detailhandel structuurvisie. Maar de gemeente denkt graag mee indien kansen zich voordoen. Dat aanbod heb ik vorige week volgens mij ook nog eens helder verwoord, inclusief de herontwikkelsubsidie. Voorzitter. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Van een historische les naar toekomstbestendig vind ik een interessante sprong, maar daar wil ik niet over vragen. U refereert aan het pakken van kansen in uw betoog en dat u niet mensen wilt dwingen om ontwikkelingen aan te gaan of juist tegen te houden. Bent u het in die zin met mij eens dat er een aantal insprekers vorige week waren, waarvan één nu ook weer op het podium heeft gestaan om in te spreken, die hebben gezegd: wij willen juist zelf uit vrije wil meewerken aan dat compacte winkelgebied, aan die toekomstbestendigheid van Dedemsvaart, vanuit die integrale benadering die u inderdaad voorstaat. En dat juist deze twee insprekers van vorige week, even specifiek een woordvoerder namens de Aldi, mevrouw Oostrom, dat juist die nu zeggen: wij worden eigenlijk naar hun gevoel tegengehouden door het bestuur om juist mee te werken aan de toekomstgerichtheid van Dedemsvaart en aan mooie ontwikkelingen die zich dan elders zouden plaatsvinden, maar ook in het kader van het voorliggende plan kansen zou bieden. Ja, voorzitter, ik heb lang geluisterd, maar eigenlijk geen vraag gehoord. Maar even reageren op het betoog van de heer Rodemond. Daar waar de inspreker namens de Aldi betreft, ben ik van mening dat dat niet een beweging is die het kernwinkelgebied ten goede komt. Daar heeft u als raad ook het nodige over besloten. En daar waar het gaat om de inspreker die ook vandaag geweest is, mevrouw Oostrom, daar zijn we in het verleden als gemeente niet over uitgekomen. Maar ik heb vorige week ook aangegeven dat als er wensen zijn om te herontwikkelen naar een andere functie, dat we daarover het gesprek moeten en gaan hebben. Dank u wel voor de beantwoording, voorzitter. Aanvullend. Ja. Als het dan gaat over de ontwikkeling rondom de Aldi, excuses, dan zouden we lang en kort kunnen debatteren over eventuele verhuizing naar het Mercatorterrein. Laat onverlet dat zowel de Aldi als volgens mij het masterplan en de detailhandelstructuurvisie allemaal zeggen: de locatie, de huidige locatie van de Aldi, is eigenlijk ongewenst. Net zoals bijvoorbeeld de locatie van de Lidl door uw voorganger een weeffout in de plannen werd genoemd. Nu lijkt dat dus, zo'n ongewenste locatie, weer ontwikkelingen in de weg te zitten, als ik plaatselijk belang dan mag geloven. Kunt u daar dan in ieder geval op reageren? Hoe kijkt u aan, even specifiek een vraag, hoe kijkt u aan tegen de huidige locatie van de Aldi in het kader dus van het masterplan? Ja, voorzitter, met het gevaar dat ik in herhaling val over de beantwoording van 2 weken of van vorige week, want toen is exact dezelfde vraag gesteld. Wij gaan met dit plan de huidige ondernemer niet belemmeren. Hè? Dat kan allemaal blijven zoals het nu is. Er is zelfs een keer de vraag gesteld, zou het zin hebben als we meedenken over... kunnen we nog een stukje uitbreiden naar de zijkant, of misschien een stukje naar de voorkant? Kan dat in dit bestemmingsplan mee worden genomen? Nou, die ruimte was er niet. Ik ken uw standpunt aangaande Mercator. Alleen de meerderheid van deze raad heeft in het verleden ook anders besloten. Voorzitter, mijn vraag was toch anders, als ik mag. De locatie van een supermarkt, op die locatie, even los van alle andere plannen die supermarkt zou hebben, maar een supermarkt op deze locatie in combinatie met het masterplan, die lijkt toch onwenselijk. Maar kijkt u daar dus anders tegenaan? U denkt gewoon misschien wel, een supermarkt op deze plek kan gewoon prima in het kader van het masterplan. Voorzitter, waarschijnlijk bedoelt de heer Rodemond met deze locatie, de huidige locatie aan de Julianenstraat Noord. En daarvan heb ik u heel helder aangegeven dat u zelf een detailhandelstructuurvisie hebt vastgesteld. Dat u een masterplan Centrum Dedemsvaart heeft vastgesteld. Daar spreekt u bepaalde wensen en richtingen uit. Maar het is niet aan ons als gemeente om ondernemers te dwingen om daar weg te gaan. Of als gemeente er andere bestemmingen op te leggen. Dat doen we niet. Dus zolang ondernemer daar wil blijven zitten, dan kan dat. Voorzitter, ik stel voor dat ik... verder gaan met beantwoording. Want dit plan is inmiddels zo'n 2 jaar in procedure. Er zijn inloopbijeenkomsten gehouden. Er zijn partijen benaderd. En ook tijdens de periodieke overleggen in de stuurgroep Dedemsvaart, waarin gemeente, plaatselijk belang, DMC en centrummanager zijn vertegenwoordigd, heeft dit plan op de agenda bestaan. Er is inspraak gegeven. Er zijn zienswijzen ingediend. En wij hebben geprobeerd deze zienswijzen zo goed mogelijk te becommentariëren, dan wel waar mogelijk oplossingen te bieden met maatwerk tot op het niveau van een nieuwe schutting aan toe. En ja, voorzitter, ik was dan ook enigszins verrast door de reactie van het plaatselijk belang vorige week. Er lag immers geen inspraakverslag, geen zienswijze en in de periodieke overleggen was het standpunt mij in ieder geval niet helemaal helder geworden. En in een schrijven van vorige week wordt het collegebezoek van november genoemd. En het college heeft in die zin toch een wat andere beleving van het werkbezoek. Maar daarover hebben we vorige week een goed en constructief gesprek gehad. Ik zie dat een aantal bestuursleden erbij waren die vandaag niet aanwezig zijn. Maar dat gesprek heeft woensdag na de oriënterende ronde plaatsgevonden. Ook de DMC en de centrummanager waren hierbij aanwezig. En naar aanleiding van dit gesprek is in overleg met de DMC haar standpunt ook in een memo aan uw raad toegelicht. Ik kom daar zo nog even op terug, voorzitter. Met name richting het vervolg, hè, hoe hierna verder. Maar zo nog een tweetal inhoudelijke vragen gesteld die ik graag eerst zou willen beantwoorden. En 1 gaat over het verkeer. Ook het CDA vroeg daarna. Ja, verkeersveilig of niet verkeersveilig, dat moet je objectief beoordelen. We hebben inderdaad regels en normen, verkeersdeskundigen die zich daarmee bezighouden. Daar zijn die onderzoeken voor en die onderzoeken wijzen uit dat alle normen gerespecteerd worden. Ook de nieuwe woningen. En ik hecht er wel aan voorzitter, om daarbij ook te noemen dat in het voorliggende bestemmingsplan het woongebied en het parkeren van het woongebied fysiek gescheiden wordt van het parkeren van mensen die de Aldi bezoeken. Het is dus niet zo dat het woonverkeer en het verkeer van de supermarkt per definitie door elkaar heen lopen. Mevrouw Kelder vroeg ook nog naar, vroeg eigenlijk op de reactie van, joh, zou je niet kunnen wachten op de uitspraak van de rechter? En waarschijnlijk bedoelt u daarbij het persbericht dat u gezien heeft over de zitting met Aldi op 23 juli aanstaande. Nu is het volgende het geval. Hè. De Raad van State heeft ook gezegd in een ander traject, de Raad van Hardenberg moet wel uiterlijk 9 juli een besluit nemen over dit bestemmingsplan. En het is ook niet zo dat de Raad van State op 23 juli een uitspraak gaat doen over de zaak die door de Aldi is aangespannen. Op 23 juli is er weliswaar een zitting. Ja, dus er gaan beide partijen hun verhaal doen bij de Raad van State. Maar het is niet bekend wanneer de uitspraak daarop volgt. Nou, gemiddeld is dat zo'n beetje 6 weken later. Maar er zal de zomervakantie, het reces tussen zitten. Dus verwachten dat, denk ik, dat die uitspraak zo in het najaar in ieder geval bij ons zal zijn. Dus daarop wachten, ja, dat is eigenlijk geen optie. Tot slot, voorzitter, wil ik even weer terug naar dat proces waar ik het net over had. Een aantal partijen is blij met deze ontwikkeling. En ook het plaatselijk belang heb ik niet horen zeggen dat ze per definitie tegen woningbouw zijn op die plek. Maar ze willen wel graag dat er nog eens goed gekeken wordt, integraal, naar de Julianastraat Noord. En dit bestemmingsplan heeft daar maar voor een deel een raakvlak mee. Maar ze willen ook kijken naar de entree van Dedemsvaart en het omliggende gebied. Hè, eigenlijk de hele cirkel die je daar omheen kunt trekken. Wij zijn van mening dat dit bestemmingsplan daar niet op moet en kan wachten. Immers, verschillende ontwikkelingen zullen zich nooit op eenzelfde moment in de tijd voordoen. Wel geef ik graag gehoor aan de oproep van het plaatselijk belang. Daarover hebben we ook in Dedemsvaart met elkaar gesproken. En ook in mijn mail van 9 april heb ik aangegeven dat wij het initiatief weliswaar graag vanuit het Dedemsvaartse zelf zien ontstaan, maar dat, en ik citeer voorzitter, vanuit de gemeente er de bereidheid is om volop mee te doen in een dergelijke bijeenkomst door betrokken ambtenaren en bestuurders af te vaardigen. En dat aanbod, voorzitter, staat wat mij betreft nog als een paal boven water. En zoals vorige week ook met elkaar is uitgesproken, gaan we elkaar goed op de hoogte houden en kijken we wat mij betreft niet te veel meer achterom, maar gezamenlijk vooruit in het belang van Dedemsvaart. Wel ben ik van mening dat dit plan past binnen uw kaders van het masterplan en past binnen de structuurvisie en in het onlangs vastgestelde programma Wonen. En ook het bouwen voor doelgroepen als senioren en sociale huur komt in de dorpsvisie van Dedemsvaart terug. Ik kan in alle oprechtheid, voorzitter, dan ook niet anders dan de ingediende motie ontraden. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Dat is het einde van de beantwoording van de wethouder. Voorzitter. Vragen voor de wethouder. Ja. Ik hoor dat u de motie ontraadt. Volgens mij zitten er ook elementen in de motie waar u nu zelf aangeeft van, goh, hè, ik wil wel degelijk het verhaal opnieuw bezien. Ik wil alleen wel het bestemmingsplan wat nu voor ligt doorzetten. Dat begrijp ik. Maar mijn vraag is eigenlijk van alles horende. Bent u bereid om dat gesprek richting toekomst in alle openheid met alle partijen te voeren en daarbij het verleden echt te laten rusten? Nou, u zegt wel, hè, ik zou bij voorkeur het verleden zoveel mogelijk achter ons willen laten. Maar bent u bereid een streep te zetten, met alle betrokkenen op zoek te gaan van jongens, wat is nu goed voor Dedemsvaart? Ook als dat betekent dat wij met elkaar als raad hier een nieuwe visie moeten vaststellen voor Dedemsvaart. En ook als dat betekent dat de discussie rondom de Aldi weer opnieuw op tafel komt voor een andere locatie. Bent u bereid om in die volle breedte dat gesprek te voeren en daarvoor open te staan? Voorzitter, ik hoop dat u mij in het afgelopen jaar heeft leren kennen als een bestuurder die niets liever wil dan dat er participatie is van onderop in de samenleving. Dus samen met partijen kijken naar de plannen die voorliggen. En nee, het standpunt zoals dat rondom de Aldi is weergegeven, dat staat wat mij betreft vast. En als de kaders gewijzigd moeten worden, bent u als raad aan zet om de kaders te wijzigen. Maar dat laat niet onverlet dat ik het heel vervelend vind dat het plaatselijk belang een ander standpunt heeft wat dat betreft. En ik zal er wat mij betreft alles aan doen om ervoor te zorgen dat we daarover in gesprek raken. En dan niet alleen over de Julianenstraat Noord, maar ook de gebieden die daaromheen zitten. Eigenlijk zou je vanaf de afrit een grote cirkel moeten zetten. En als de wens is dat we daar nader over in gesprek gaan, dan ben ik daar van harte toe bereid. Maar het raakt wat mij betreft niet het bestemmingsplan Gentiaanstraat Noord, waarin in een woonbehoefte wordt voorzien. En dus wel een harde blokkade op een verplaatsing van de Aldi. Op basis van de kaders zoals die hier in dit huis zijn vastgesteld. Dan sluit ik me even aan bij de heer Rodemond. Als dat mag, voorzitter. Ja. Natuurlijk zegt u van als de kaders anders worden, dan opereer ik ook weer anders. U geeft ook tegelijkertijd ook aan dat u juist een goed gesprek wil. En ik wil mezelf nog wel bijna wegcijferen in die zin. Als ik luister naar de oproep die ik ook heb aangehaald in mijn inbreng. Juist vanuit het gehele dorp, hè, niet alleen plaatselijk belang, maar ook leden van DMC, leden van de historische kring, noem maar op. Heel veel partijen hebben meegewerkt aan een integrale dorpsvisie, waarbij ook de entree van het dorp, op wat voor manier dan ook, werd betrokken en wat hun betreft mooier gemaakt. Dan kunnen we haast niet anders, voorzitter, dan het veranderen van de vastgestelde kaders in het verleden. Omdat die blijkbaar, denk ik dan, hè, zoals ik er nu naar kijk, ik reageer alleen maar op de geluiden uit de samenleving zelf. Die zijn niet houdbaar dus blijkbaar. Misschien hebben wij gewoon destijds wel een niet volledige of onjuiste afweging gemaakt in dat kader. Dus misschien moeten we dat gesprek wel aangaan, even kaderloos bij wijze van spreken. Maar als u zegt, ja, dat gesprek wil ik wel aangaan onder voorbehoud van een enkele uitzondering, dan komen we denk ik met elkaar niet verder. Dus bent u, hè, in navolging van de heer Bak zijn bevraging, bereid om juist zonder die tot nu toe vastgestelde kaders dat gesprek aan te gaan? Waar willen we met elkaar naartoe? Zonder het verleden tegelijk bij te pakken. Voorzitter, volgens mij doet de heer Rodemond de creativiteit van de Dedemsvaarters zwaar tekort door te stellen dat er alleen maar ontwikkelingen, andere dingen mogelijk zouden zijn door middel van een verplaatsing van de Aldi. Ik denk dat er veel meer speelt in de Dedemsvaart. Voorzitter, dat heb ik niet gezegd nu in deze bevraging. Nee, maar dat is in ieder geval wat ik uit de woorden van de heer Rodemond heb opgemaakt. Dat is correct en ik denk dat u vaak dingen opmaakt uit woorden van anderen, waardoor spraakverwarring ontstaat. Nogmaals, ik heb nu niet iets gezegd over de Aldi. Ik heb alleen gevraagd, bent u bereid om de vaststaande kaders zoals die nu liggen even los te laten in het gesprek met Dedemsvaart? En ik ben heel erg overtuigd van de creativiteit, juist van de Dedemsvaarters. Die heb ik gezien en hun plannen die reiken wat verder dan die van ons in ieder geval. Voorzitter, ik heb een vraag. Ja, de heer Stelpstra en dan de heer Odink. Ik zou graag even willen reageren. Er wordt hier een hoop gesproken over kaders. En bij mijn weten stellen wij als raad kaders vast. En binnen die kaders opereert het college. Als de heren daarover willen spreken, dan zullen ze met de raad over die kaders in gesprek moeten gaan. En niet de hele tijd naar de heer Breukelman moeten wijzen. Akkoord, de heer Odink. Ik zou het bijna niet mooi kunnen verwoorden, voorzitter. Maar het is inderdaad even lastig om kaders los te laten. Om een streep te zetten in het verleden. Dus ik vind het wel lastig dat het, zeg maar, vanuit die hoek hierover zo gesproken wordt. Akkoord. Meneer Rodemond, een reactie nog? Ik reageren op eigenlijk beide sprekers. Natuurlijk is het zo dat de raad de kaders vaststelt en daarmee een opdracht geeft aan het college. Mijn vraag is eigenlijk nu alleen maar voor een gesprek en niet voor het vaststellen van een nieuw beleid of iets ergens, maar gewoon het gesprek met de Dedemsvaarters aan te gaan. Juist even zonder de papieren mee te nemen van ja, dit hebben we in 2016 afgesproken en daar gaan we dus verder niet meer over praten. Het is juist dat open gesprek, de vizier naar voren toe, die heer Bak ook bepleitte en die ik dus eigenlijk ook bepleit. Dus ja, we gaan wel eens een keer kaders vaststellen en waarschijnlijk weer opnieuw voor Dedemsvaart. Maar tot die tijd graag eventjes met een open vizier met elkaar. Dat zou een prettig idee zijn. Kunnen we tot een afronding komen? Als ik daar nog een opmerking over mag maken, voorzitter. Reagerende op beide heren van de ChristenUnie. Natuurlijk, u heeft daar gelijk in. Wij gaan met elkaar over de kaders. Maar u voelt vanavond ook allemaal met elkaar de sfeer zoals die hier is. En het plezier dat we met elkaar zouden kunnen hebben door samen het gesprek aan te gaan over die kaders. Het zou toch veel mooier zijn dan met elkaar nu te dimdammen of dit bestemmingsplannetje door moet gaan of niet. Dus het zou u sieren, het zou ons met elkaar sieren om de moed te hebben met elkaar eens opnieuw te kijken naar wat hier voor ligt. te luisteren naar de weerstand die er is. En in ieder geval daar het respect voor te betuigen en met elkaar opnieuw is de discussie te voeren. Jongens, is dit nu het goede wat we hier doen? En dat is volgens mij het gesprek dat wij hier met elkaar in deze raad horen te hebben. Akkoord. Ik zie geen behoefte om daarop te reageren vanuit de raad. Volgens mij ook niet vanuit het college behoefte om nog wat toe te voegen. Nee, een herhaling van toezeggingen precies. Zie ik als devaluatie van toezeggingen. Dus volgens mij heb ik daarmee voldoende gezegd. Akkoord, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de termijn van beantwoording van de wethouder. Daar hebben we ondertussen ook al een debatje gehad. Kunnen we overgaan tot de stemming over dit voorstel? En dan kijk ik allereerst even in de richting van de indieners van de motie. Wilt u de motie in stemming brengen? Uiteraard. Akkoord, dat is goed. Even vastgesteld bij deze. Voorzitter, zou ik even een schorsing aan mogen vragen? Ja, dat kan, zeker. Heeft u aan 5 minuten voldoende? Denk het niet, graag een kwartiertje. Kwartier. Even kijken, dan is dat... zullen we om 5 over half beginnen of 10 over half? 10 over half 9 beginnen we de vergadering opnieuw. De vergadering is geschorst. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plaats opnieuw in te nemen? Dan gaan wij beginnen. Geachte leden van de Raad van Hardenberg, ik heropen de vergadering na de schorsing. De schorsing was aangevraagd door de fractie van de CDA, de heer Van den Berg. En aan hem het eerste het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we hadden even de schorsing nodig om de motie te bespreken. Daar hebben we gedaan en daar hebben wij dus ook een mening over. Dus wat mij betreft mag u overgaan tot stemming. Waarbij ik wel graag wil aangeven dat mevrouw Mensing de zaal zal verlaten in mogelijke belangenverstrengeling. Akkoord, dat is goed. Voorzitter, mag ik verzoeken om een hoofdelijke stemming op dit punt? Tenminste op het raadsvoorstel. Op het raadsvoorstel, ja. Heel goed dat u dat erbij zegt. Leuk, gaan we doen. Precies. Ik gun u een spetterend afscheid. Ja, de volgende vergaderingen... Dan gaan we dat elke keer doen. Yes. Dat zou ik heel mooi vinden. Ja, doen we dat. Is ook voor de griffier leuk om nog even aan de slag te gaan. Wij gaan stemmen over agendapunt 5. Vaststelling van het bestemmingsplan Dedemsvaart, woningbouw, Gentiaanstraat, Noordzijde. Mevrouw Mensing verlaat de zaal, constateer ik, zoals aangekondigd. En er is gevraagd om hoofdelijke stemming. Dat betekent dat wij eerst een nummer uit de doos gaan halen. En dat is het nummer waar de stemming mee begint. Voorzitter, ja? Mag ik nog wel namens onze partij een stemverklaring doen? Dat mag, ja. Als u dat nu wilt doen, als die behoefte is, dat is goed. De heer Bak. Dank u wel. Voorzitter, we hebben de hele discussie aangehoord en u heeft ons standpunt duidelijk en helder gehoord. Wij zouden het jammer vinden dat we niet met elkaar in staat zouden zijn om op basis van veranderde omstandigheden en veranderde inzichten op aanpassing te komen van onze kaders. Dat is volgens mij waar het te doen is. Als het in het bedrijfsleven gebeurt, de wereld om ons heen verandert, de kaders veranderen daarom mee, want als je niet aanpast zul je uiteindelijk failliet gaan. Dat geldt ook voor deze kwestie die hiervoor ligt volgens mij. Op zijn tijd de kaders aanpassen, maakt dat je actueel blijft en de juiste besluiten neemt. En we vinden het jammer dat daar niet de ruimte voor is in deze raad om dat met elkaar te bespreken. Wij zullen dus ook vanzelfsprekend tegen dit voorstel stemmen. Akkoord. Ondertussen hebben wij een nummer getrokken en dat is nummer 15. Daar beginnen wij dus de hoofdelijke stemming mee. En u moet aangeven of u voor het raadsvoorstel bent, voor de aanneming van het voorstel of tegenstemt. Voor dan wel tegen. We beginnen bij nummer 15, dat is mevrouw Kloekhorst. Maar zij is er niet. Even terugleggen. Dan gaan wij door naar 16. Mevrouw Lubbers. Klok Lubbers. Tegen. De heer Kuipers. Voor. Mevrouw Meijerink. Tegen. Mevrouw Mensing is er niet. De heer Nijhoff. Voor. De heer Odink. Voorzitter, mag er ook een stemverklaring gegeven worden? Ja. Als je geen duidelijke visie en richting hebt, zijn alle richtingen goed. Tegen. De heer Odink, tegen. De heer Tegen. Mijn excuus, ik ben voor. Ik heb mijn verkeerd uitgedrukt, maar ik ben wel voor. Ja, het kan relevant zijn. in die zin. U heeft een stemverklaring afgelegd, maar u stemt voor. Dat is het uiteindelijke resultaat van vanavond. Voor. Voor aanneming. Toch mooi dat u heeft laten verleiden, heer Odink, door onze opvatting. Goed, ik ga door. De heer Rodemond. Met toch een zwaar hart, maar hoopvol gestemd voor Dedemsvaart, stem ik tegen. Ik herhaal tegen. Ja. De heer Pieper. De heer Pieper heeft voor gestemd. De heer Roelofs. Voor. Mevrouw Rusken is niet aanwezig. De heer Schuurman. Tegen. Mevrouw Soeten. Voor. De heer Stelpstra. Voor. Mevrouw Van der Veen. Voor. Mevrouw Verschuur is niet aanwezig. Mevrouw Vetker. Voor. De heer Van der Wel. Voor. De heer Wiet. Voor. Ik herhaal voor. Dat is duidelijk. De heer Bak. Tegen. De heer Bakhuis. Voor. De heer Bakker. Voor. De heer Van den Berg. Voor. De heer Boshoofd. Tegen. De heer Brink. Voor. De heer Geesink. Om even de twijfel binnen onze partij weer te geven, tegen. Tegen. De heer Gelling. Tegen. De heer Van der Grampel. Voor. Mevrouw Hof. Voor. Mevrouw Joldersma. Voor. De heer Jonkhans is niet aanwezig. Mevrouw Kelder. Voor. En mevrouw Kloekhorst is... Nee, de heer Kloekhorst. Met excuus. Voor. Akkoord. Daarmee zijn alle aanwezige raadsleden gehoord. En constateren wij het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Aldus besloten. Dan ligt er nog een motie. Maar die motie heeft eigenlijk niet zo heel veel zin in mijn beleving. Als ik dat zo zie. Maar ik zit even te kijken. U wilt hem wel in stemming brengen? Uiteraard. Dat is goed. Ook dat willen we nu ontnemen. Dat is mooi. Dan vraag ik u de motie aangaande het opnieuw doorlopen van het proces Julianenstraat Noord. Ingediend door de fracties van de VVD 50 plus D66 GroenLinks. Wie is voor aannemen van deze motie, afgezien van de andere fracties die al hebben ingestemd? ChristenUnie tegen, CDA tegen. Op koers.nu en de Partij van de Arbeid. En daarmee is de motie verworpen. Akkoord. Dank u wel. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 6. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Veenlandse weg 1A in Brugt voor toekennen van de tweede woning. Is er behoefte aan een stemverklaring? Geen behoefte aan een stemverklaring, constateer ik. U kunt instemmen met het voorstel. Alle aanwezige raadsleden stemmen in met het voorstel en aldus besloten. Komen wij bij de lijst met ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 juli van vandaag. Agenda punt 7. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Dank. Dan komen wij bij agenda punt 8, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dank. En dan zijn wij bij de sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 2 juli 2019. Dank voor uw inbreng en besluitvorming. Ik sluit de raadsvergadering en over 5 minuten gaan wij verder met de oriënterende ronde. Vergadering is gesloten.